Mijn mooiste doelpunt? Goeie vraag. Tegen Feyenoord denk ik, in de B1. Toen ging ik veel man voorbij en toen scoorde ik. Vond ik wel mooi. Hebben we daar beelden van? Ja, we hebben beelden van. Kan je maar zo gebeuren. Je chillt op je eigen pleintje en vanuit het niets komt deze grote neus Soufiantje. Maar nog belangrijker, Justin Kluivert gewoon op jouw pleintje. Wil je nou dat we langs jouw plein komen? Hup, langs jouw pleintje. Laten we dan even weten hier beneden naar welke stad en welke pleintje we moeten komen. Soms kom ik hier voor betrek, zo verdien ik met rap. Fans worden gek als ze me zien in het echt. Wat was je mooiste doelpunt in je carrière? Mijn mooiste doelpunt? Goeie vraag. Tegen Feyenoord denk ik, in de B1. Toen ging ik veel man voorbij en toen scoorde ik. Vond ik wel mooi. Hebben we daar beelden van? Ja, we hebben beelden van. Oké, die knippen we nu erin. Het rijdt om discipline, bro, hoe goed je ook bent. Heb je wel eens een keer tegen Barcelona gespeeld? Heb ik tegen Barcelona? Ja, in de jeugd heb ik een toernooi gespeeld tegen Barcelona. En ja, was leuk. Was heel leuk. Heb je toen gewonnen? Dat kan ik me niet herinneren. Dat weet ik niet meer. Dat betekent dat hij heeft verloren. Anders had hij het wel. Anders kon hij het wel herinneren. Habiba, Habiba, waarom stress je mij Azina, Azina? Ik ben op straat. Hou je bij hoeveel panna's je maakt? Nee, ik hou er niet bij, nee. Maar ja, het gebeurt gewoon eenmaal en ik hou ze niet bij. Kan niet lang met je praten. Tempo, tik-tak, tik-tak, tempo. Fasta, tempo. Kan je hele knappe maken? Ja, volle controle. Zonne vorig jaar op die map. Dit jaar komt die klap, dus je pompt die bas. Lekker, spectaculair zoals geen ander. Als je eenmaal hebt geproefd, voelt je niet meer je tanden. Woon je in een groot huis? Valt wel mee hoor. Ik woon met mijn moeder en gewoon een gezellig huisje. Dat vind jij dus echt interessant, dat je in een groot huis woont, hè? Ja, want zijn vader was toch heel beroemd? Ja, nog steeds. Hij was niet alleen beroemd, hij was inderdaad heel erg goed. Spanje toch? Die hebben nog meer. Heeft u een vraag voor hem? Ik heb geen vraag. Ja, wat was je mooiste voorzet? De mooiste voorzet? Die komt er nu. Dat is een goede vraag. De mooiste voorzet. Justin zegt bij alles gewoon, dat is een goede vraag. Hij wil je gewoon blij maken. Dat is een slechte vraag. Goede voorzet. Even nadenken hoor. Ik zou het echt niet weten. Het zijn er zoveel, dat moet je ook begrijpen. Ja, maar ik heb wel een paar andere ook. Tegen AZ was ook een mooie. Die dubbele panna of die voorzet? Allebei. Yes. Wat is je celebration als je scoort? Oh, die willen het wel even zien hoor. Ja. Nee, nog sterker. Je moet zeggen, de volgende keer als je scoort moet je deze celebration doen. Griezmann. Griezmannetje. Deze. Nog een deze. Ja. Allemaal, doe dan. Hey. Ja, dat hoort hem. Oké, wie heeft... Ja, hey, goeiedag. Jij bent net wakker, want je komt net hier. Hoeveel verdien je? Oh, hij zegt hoeveel geld verdien je. Kom op. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. Hou mijn mond over. Hij verdient niet zoveel, anders had hij gezegd hoeveel. Ja. Oké, laten we het daarop houden. Volgende, wil je zijn manager worden zo? Dan vraag je dit. Ziet er wel goed uit. Hey, je ziet er wel. Hey, hij is wel die. Serieus. Hij komt hier even in boekhoudkantoor gewoon. Ja. Sterk hoor. Hey. Maken. Sorry? Wanneer ga je je haar maken? Ik? Nee, haar. Wanneer ga je vandaag je haar maken? Of die vind je niet kapsel mooi? Bedoel je? Ja. Vind je dit niet mooi? Ja. Erik, zeg, wat vind je van zijn kapsel? Nee. Middelmatig. Middelmatig! Hij is wel eerlijk. Hij is eerlijk, daar hou ik van. Ja, toch. Als voetballer heb je heel veel slijmballen om je heen, maar jij bent gewoon eerlijk. Daar houden voetballers van, toch? Ja, zeker. Geen meepraters. Jij bent nog niet geweest, yes. Hoeveel toernooien heb je al in je hele leven gehad? Wow. Heel veel. Vooral veel jeugdtoernoois. Ik denk een stuk of... zou wel 30 zijn of zo, als het niet meer is. Stuks? Ja. Hoeveel goals heb je in totaal gemaakt? Ik ga gewoon naar Wikipedia, man. Fuck hem met jou. 8 goals. Ja, bij welke club zou je later nog wel willen spelen? Barcelona. Ik wist Barcelona. Hij wil Cristiano Ronaldo zijn, maar wel spelen bij Barcelona. Snap je? Ja. Wie heb je het beste, een goede band in je team? Ik kan Ziyech, Hakim Ziyech, Kenny Tete, Jaro Riedewald, Appi Nouri ook. Daar kan ik goed mee opschieten, zeker. Maar Erik, je vroeg gewoon om één iemand, toch? Ja, Hakim Ziyech. Je moet één iemand kiezen, toch? Ja. Oh, jij wilt dat hij Hakim Ziyech is? Oké, let op. Okay. Wie? Hakim Ziyech. Oh, ja. Nou, wat wil je liever? Met Nederlandse wereldbeker winnen of de Champions League met Ajax winnen? Ja! Dat moet wel, nee. Goeie vraag. Ik ga toch voor de Champions League met Ajax? Zeker weten. Ja, gaan we voor. Zou je later coach willen worden? Ja, zou me wel leuk lijken na mijn voetbalcarrière. Trainer worden. Ja. Wacht even, wie is nog niet geweest? Gaan we als laatste nog? Wie heeft nog... Maar ik wil nog heel graag. Ja, oké, zeg maar. Wat is jouw lievelingsvoetballer? Ik heb een hele goede vraag. Cristiano Ronaldo. Hij kan zelfs praten als Cristiano Ronaldo, geloof me. Ik heb een hele goede vraag. Dit was erg. Sorry? Ik heb erg vraag. Oké, ik heb nog 2% batterij, je moet heel snel zijn. Heb je één keer naar eruit geschoten? Wat? Heb je één keer naar eruit geschoten? Geschoten naar eruit. Nou, ik weet één ding zeker. En dat is dat jij dat al 10 keer hebt gedaan. Jij? Ik zou vast wel eens gebeurd zijn. Kijk eens hierachter. Ik woon hier zelf ook en... ja, er zijn een paar ramen gesnoeid. Ja, zeker weten. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tik-tak, tik-tak. Tempo. Fasta. Tempo. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tik-tak, tik-tak. Tempo. Fasta. Tempo. Naar de maan. Wie zei dat? Jij. Ik? Ja, wat zei je? Hij moet naar de maan schieten. Want dan moet hij een vlaggetje op doen en dan vliegt dat vlaggetje op de maan. En dan zit er een Nederlands vlaggetje op de maan. Hij zegt super door naar de maan. Niet normaal. Ai, ai, ai. Ik ga naar huis. Het draait om discipline, bro, hoe goed je ook bent.